Ja, je moet je voorstellen, je gaat op vakantie naar Turkije en waar je dan niet op rekent, dat zijn gigantisch grote bosbranden. Nou, dat heeft het gezin wat we hier opgevangen op Schiphol Aardinkhuizen meegemaakt. Moesten schuilen, moesten binnenblijven in het hotel. We wachten ze hier op bij de aankomst in Nederland en gaan vragen hoe het met ze gaat. We hebben een hele leuke vakantie gehad en in één keer, het begon met wat smeulend tegenover ons. En begon te roken. En dat werd eigenlijk binnen no time werd dat best wel een hele grote brand. Toen hoorden we vanaf de andere kant Mamaris dat de hele heuvels alles in de fik stond. En het oude gedeelte van Ismaleer stond in de brand. Waar de boerderijen en meer het landleven en zijn landelijke leven is. En toen was er heel veel paniek, heel veel stress. En mensen rennen vanuit dat oude gedeelte naar het strand. Want er is één weg hoe je eruit kan. En die was afgesloten. En dus iedereen ging naar het strand. Toen de stroom eraf was met noodaggregaten, zorgden ze ervoor dat wij evengoed in de donkere avond konden eten. Hoe dan ook moesten wij eten, ook al voelden wij ons daar heel lullig bij. Ja. Het voelde niet goed, maar nee. We moesten van hun eigenlijk, we werden bijna gedwongen om te eten. En ze zorgden super voor ons. Er was geloof ik een verhaal dat een man die had een schuur vol met koeien. En de koeien die slaan in blinde paniek, dus die kunnen niet weg en die wilden niet weg. Dus die zijn allemaal verbrand. En hij kon alleen zijn twee kalfjes meenemen, dus dat is een van de verhalen. Ja, en die grote schildpadden? Grote schildpadden, grote landschildpadden die er lopen, die te vinden zijn ook maar honden en katten en van alles. Hoe gaat het met je? Ja, we merken allemaal eigenlijk wel heel erg aan onze longen dat het best impact heeft gehad. En vier dagen lang vol in de rook. In Nederland dan blijf je binnen en moet je de ramen en deuren sluiten. Maar bij ons kon het niet, want de airco deed het ook niet. Dus in de kamer werd het ook gewoon 40 graden. Dus. Die lucht, dat adem je al een dag of 3-4 in. En op een gegeven moment, de wind was weer wel gunstig, dan was het wel weer wat vrij. Maar je hebt er nu nog steeds last van. Nog één vraag. Jullie zijn echt opgevangen als familie door de hoteleigenaren. Jullie hebben in hun huis geslapen op een gegeven moment. Hoe hebben jullie afscheid genomen? Nou, heel dikke knuffels. Tranen? Nou, dat niet, maar het zat er tegenaan hoor. Ja. Het was echt één grote familie en ze wilden natuurlijk heel graag dat we weer terugkomen. Maar ondanks de corona toch wel knuffelen. En want je bent zoveel bij elkaar geweest. Ja. Op dat moment denk je er even niet aan. En het is echt ook gewoon als familie.